Goedemorgen, dames en heren. Welkom op deze nieuwe locatiekeuring in de Gaasterlandse bossen bij de familie Eppinga. We hebben mooi weer, niet veel zon. De regen dreigt misschien een klein beetje, maar vooralsnog is het nu droog. En ook de baan ligt er perfect bij. Dus ik denk dat we hier vandaag een goede en een mooie keuring kunnen hebben. Mijn collega vandaag is Corrie Terpstra. Also a warm welcome to our foreign viewers from abroad. We have nice weather here. It's not much sunny, but it is dry and the arena is in very good condition. So we think we have good circumstances to have this inspection. My colleague today is Corrie Terpstra and Adriaan Meinesma, who is staying after the camera so that you can follow this inspection at home in your chair, I think. Oh, welcome. En dan starten we nu met nummer 1. Eén. Het is een voldoende aansprekende merrie die de lange lijnen wat mist. Raskenmerken, met name het hoofd is zeer sprekend. De hals zou daarbij iets langer kunnen. En ook de nek zou wat langer kunnen zijn. En dat drukt dus in die zin het cijfer van de ras enigszins. Zoals gezegd, in de bouw is hij verder correct gebouw, maar we missen de lange lijnen en met name in het hellende kruis voldoende schouderligging en in de wat kort in het middenstuk, maar wel sterk in de aansluitingen.
Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit, wel een bemerking op de voorbeenstand. De stap laat voldoende takt zien, maar zou er graag meer ruimte in willen zien. De draf, dan heeft dit paard goede techniek, wel buiging. We zouden graag wat meer lichaamsgebruik erin willen zien. Vandaag wordt deze merry opgenomen in het stamboek. This mare is registered in the studbook without the premium. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 2. Een paard met ruim voldoende rasuitdrukking. De hals heeft voldoende lengte, past bij de merrie. En ook voldoende lengte in de nek. Het hoofd is iets lang, maar wel sprekend. En ook voldoende in de manen. In de bouw een correcte schouderligging. Het paard is wat gezonken in het middenstuk. En de aansluiting lenden en kruis kan sterker. Het kruis enigszins hellend. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit, maar wel een bemerking op de voorbeenstand. De stap die heeft zou misschien iets resoluter kunnen, maar heeft wel lengte en ook voldoende activiteit. De draf waardeert deze merrie zich in die zin op, heeft de toniek,
techniek maakt zich ook groot in de manier van draven. Zou daarbij iets meer souplesse en ruggebruik kunnen tonen. Deze merrie wordt gezien de manier van beweging opgenomen in het stamboek met een derde premie. This mare is registered in the studbook with a third premium. Hierbij dan de uitslag van nummer 3. Het is een reaal gebouwde merrie die ruim voldoende in het ras staat. Goede lengte in de hals, goede lengte in de nek en ook een sprekend hoofd. De hals zou erbij iets verticaler gesteld kunnen zijn. Voldoende sterk in de bovenlijnen. Het beenwerk straalt op zich wel voldoende hardheid uit. Maar kleine bemerkingen op de beide spronggewrichten. Dan krijgen we met de manier van stappen. In de beweging van de stap, die is vandaag onvoldoende, mist de regelmaat en met name rechtsachter. Dat zien we ook terugkomen in de manier van draven. Heeft een krachtige manier van draven, maar mist er in de regelmaat. Dus deze merrie kan helaas vandaag, gezien de manier van beweging, niet opgenomen worden in het stamboek. This mare is not registered in the studbook today, because the movements are not sufficient.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 4. Het is een merrie met een aansprekende voorhand. Ruim voldoende rasuitdrukking. Helder oog. Hoofd misschien iets lang, maar voldoende uitstraling. In de bouw, bemerking op de bovenlijn, zou ietsje geslotener kunnen, iets gezonken in het middenstuk, waardoor wat een driedelige opdruk maakt. Merrie straalt overigens ruim voldoende jeugd uit. Het beenwerk is verder correct. En de stap, de eerste keer dat hij stapte, zou hij wat meer activiteit kunnen laten zien. De tweede keer stapt hij met meer activiteit, maar dan mist hij toch enigszins de regelmaat. In draf maakt de merrie zich wel groot. Zou er meer balans moeten tonen, meer de bovenlijn moeten aanspannen, voldoende techniek. Het achterbeen zou daarbij verder onder de massa gezet moeten worden. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. This mare is registered in the studbook, a studbook mare without a premium.
Hierbij dan de uitslag van nummer 5. Een aansprekende merrie die voldoende rasuitdrukking heeft, met name door zijn verticaal gestelde hals. Het hoofd is sprekend. Een merrie die neerwaarts is gebouwd, maar een sterke bovenlijn heeft en ook een ruim gelijnde merrie. Sterke merrie. Het meewerk heeft voldoende kwaliteit, ruim voldoende kwaliteit. De hoeven zouden iets meer formaat kunnen hebben. De stapactiviteit zou iets meer kunnen ruimen, maar wel ruim voldoende activiteit erin en een goede regelmaat. De draf, een sterk achterbeengebruik. Daarbij zien we wel graag dat zo'n merrie meer opwaarts gaat bewegen. En dat missen we wel een beetje van vandaag. Maar heeft voldoende om opgenomen te worden in het stamboek als een ster tweede premie. This mare is registered in the studbook as a second premium mare. Star second premium. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van Diana van Kippenburg, nummer 7. Het is een ruim voldoende merrie wat rasuitdrukking betreft. Iets bruin misschien van kleur. De hals is ietsje horizontaal gesteld, maar wel een goed gevormde hals. Sprekend oog, helder oog en een sprekend hoofd. De bovenlijn is ruim voldoende sterk in de aansluitingen. Merrie staat over veel bodem. Het beenwerk is verder correct gesteld. En ook ruim voldoende droog. De stap die is ruim met goede activiteit en ook met een goed ritme. En in draf toont deze merrie wel heel veel lossigheid. Met name een mooi gebruik van het voorbeen. Maakt zich ook groot in de voorhand. Het achterbeen zou daarbij ietsje sneller en ook iets krachtiger kunnen aansluiten. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. This mare will be registered in the studbook as a star mare with a second premium.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 6. Het is een merrie met een imponerend front. Zeer rassig daardoor ook. Goed gevormde hals met een sprekend hoofd. De bouw zien we graag meer opwaarts in de bouw. En ook in het middenstuk valt hij wat weg. Voldoende jeugduitstraling. Het beenwerk is gehoekt. De stap is veel ruimte en ook krachtige manier van stappen. De draf, dan maakt die merrie zich mooi. Zou iets meer opwaarts kunnen lopen. Het achterbeen misschien voor iets meer doortreden. Maar het toont wel heel veel techniek in de manier van draven. Gezien de manier van beweging kan deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 8. Een zeer rassige merrie met een voldoende sprekend hoofd. Goed verticaal gestelde hals en ook een goed gevormde hals. De merrie is lang gelijnd, staat op een veel bodem, goede aansluitingen in de bovenlijn, correct van bouw. Het beenwerk straalt ruim voldoende kwaliteit uit, is iets rechter het achterbeen. Dan komen we bij de stap. En de stap die laat hij vandaag helaas zitten. Heeft wel wat ruimte, maar die mist erin de regelmaat. De merrie die hebben we extra laten stappen, maar blijft kort lang stappen. De draf, dat doet deze merrie goed, met veel techniek. Goede oprichting ook in de voorhand. Goed wegzettend voorbeen. Wel een bemerking op de bewegingsafloop. Maar verder een merrie die goed van achteren naar voren loopt. En daarbij een goede statuur toont. Deze merrie wordt vandaag, en dat is debet aan de stap, opgenomen in het stamboek met een derde premie. This mare is registered in the stadbook with a third premium because the walk was not always correct. Negen. Het is een merrie
die voldoende aansprekend is in de voorhand. Zal wat meer lengte in de hals kunnen hebben en ook iets meer sprekend in het hoofd. Wat het rascijfer te goede zou komen. Het totaalbeeld mist de lange lijnen en valt de rug wat weg. Is wat gezonken in het middenstuk. Zou wat over meer bodem kunnen staan. Dan de draf, de kwaliteit beenwerk is ruim voldoende. De stap zou die meer lichaamsgebruik kunnen laten zien en zou ook meer lengte in de pas. De draf, dan toont deze merrie wel ruim voldoende techniek. Goed gebruik van het achterbeen, zou bij het voorbeen iets verder weg kunnen zetten en zou ook wat opwaartser kunnen lopen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. This mare is registered in the studbook without a premium.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 10. Het is een merrie die zeer correct van bouw is. De rasuitdrukking is voldoende. En met name de hals zouden we daarbij ietsje verticaler gesteld willen zien. En ook iets fraaier gevormd. Ruim voldoende sprekend hoofd en ook ruim voldoende in wat de lengte van de manen betreft. Zoals gezegd, een correcte bouw, goede aansluitingen in de bovenlijn. Ook een correcte wat romprichting betreft. Het beenwerk straalt ruim voldoende kwaliteit uit, maar wel een bemerking op de voorbeenstand. Dan komen we bij de stap. En de stap in de eerste ronde zou wat meer activiteit en er was wat aarzelend in de manier van stappen. En in de tweede ronde, we hebben ruim laten stappen. Dan missen we helaas, met name rechtsachter, de goede regelmaat. De draf, die is gedragen. Toont ze veel actie. Toont ze ook goede techniek. Ook voorbeentechniek. Goede lichaamsgebruik. Zou daarbij misschien iets meer oprichten kunnen laten zien. Maar een ruim goede manier van draven. Gezien de manier van draven en de bouw wordt deze merrie vandaag opgenomen met een derde premie. De stap is daarbij de bottleneck, helaas. This mare is registered in the studbook with a third premium. Paard met een
De hals is goed verticaal gesteld. Het geheel staat voldoende ras uit. Het hoofd is iets lang en we zien graag iets meer lengte in de nek. De mouw hebben we de bemerking dat de merrie gesloten kan zijn in het middenstuk. Het middenstuk is erg gezonken, waardoor de merrie een driedelige opdruk maakt. Het beenwerk straalt ruim voldoende kwaliteit uit. Het paard heeft ook brede hoeven. Dan komen we bij de stap. In de stap zou iets meer de stap zou resoluter kunnen. En ook in de beweging zullen we aflopen in de stap kan correcter. Dan komen we bij de manier van draven. Het paard maakt zich mooi in de voorhand. Heeft ook een actief voorbeengebruik. Met een ruim voldoende schoudervrijheid. Maar het geheel zien we graag dat het geslotener draaft en dat hij door meer in balans komt. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. This mare is invited in registered in the studbook without the premium.
punten, dat zijn een hele. Bijvoorbeeld 4 hele. Hier is een heel punt, hier zijn een hele. Nee, wat ga je hier? Dan is het verder geen. Ja? Ja. Ja. Hierbij dan de uitslag van Juke Jijke AB. Het is een aansprekende merrie die ruim voldoende rasuitdrukking heeft. Ietsje zwaar in de kaken, maar wel een sprekend oog. Goed gevormde hals. De bouw is voldoende sterk in het midden. De merrie staat misschien nu enigszins gestrekt, maar sowieso is de merrie van correcte bouw. Voldoende in de romprichting en ook voldoende in de aansluitingen. Het beenwerk straalt ruim voldoende kwaliteit uit. De stappen. Ja, ook deze merrie hebben we weer langer laten stappen. Maar helaas, hij laat niet de regelmaat zien die we graag willen zien. En de draf, dan waardeert deze merrie zich op. Deze merrie heeft echt een hele fijne manier van draven. Met een goede techniek, met de nodige lossigheid. En ook een opwaartse richting van de draven. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. This mare is registered in the studbook with a third premium.
van nummer 14. Een merrie die in zijn geheel wat een jeugdiger opdruk kan laten zien. En wat we bij deze merrie in totaalbeeld wat missen, is de langgelijndheid. Ze zou wat hoofd zou daarbij bij wat sprekender kunnen, totaalbeeld zou wat een rassiger opdruk kunnen hebben. Zoals gezegd, de bouw mist de ruim gelijndheid en ook een zeer hellend in het kruis. Het beenwerk zou wat meer kwaliteit uit kunnen stralen en we hebben bemerking op de voorbeenstand. De stap die is kort, zou graag meer lichaamsgebruik en meer regelmaat willen zien. De draf, dan maakt deze merrie zich mooi, met name in de voorhand. Ook het voorbeengebruik, ruim wegzettend, goede knieactie. Het achterbeen, voldoende buiging, zou daarbij iets meer onder de massa gezet kunnen worden. Gezien de kwaliteit van de beenwerk en van de stap, kan deze merrie helaas vandaag niet worden opgenomen in het stamboek. This mare is not registered in the studbook today. Dan hierbij de uitslag van nummer 16. Dat is de merrie met een sprekend hoofd. De hals iets recht en zou ook iets horizontaler gesteld kunnen zijn. We missen daarbij dus wat... God, hoe nemen we dat achter het kop? Neklengte.
We missen hierbij dus wat neklengte bij deze merrie. Merrie is gezonken in het middenstuk en de aansluiting met de lendenpartij kan sterker. Voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk staat voldoende kwaliteit uit. Voorbeenstand kan iets correcter. De stap die mist de lengte is erg kort. Zouden wij meer door het lichaam moeten kunnen bewegen. In de draf doet deze merrie op een gemakkelijke manier. Met een ruim wegzettend voorbeen zou daarbij achter ietsje resoluter kunnen aantreden. Wel voldoende buiging in het spronggewricht. Deze merrie wordt vandaag opgenomen met een derde premie.
hierbij dan de uitslag van nummer 15. Een zeer aansprekende merrie. Rassig, sprekend hoofd, goed gevormde hals die misschien iets meer lengte zou kunnen hebben. Correct gebouwd, staat over veel bodem, lang geneind. Voor het ideaalbeeld graag iets meer opwaarts. Dan de kwaliteit beenwerk. Ietsje Franse stand verder en ietsje gehoekt. Maar het beenwerk straalt wel kwaliteit uit. Ik sla de stap even over. Dan ga ik naar de manier van draven. Deze merrie heeft een fijnere manier van draven. Waarbij het achterbeen misschien ietsje resoluter aan kan sluiten. Wel buiging, maar wel de nodige lossigheid. De stap weerhoudt dat we deze merrie niet kunnen opnemen in het stamboek. De stap is incorrect, met name rechts achter. Dan trilt ze vrij hoog op de manier van stappen. Dus kan helaas niet opgenomen worden in het stamboek. This mare is not registered in the studbook because the walk is insufficient.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 17, Dieke van de Poldroeven. Het totaalbeeld zou met name door de halsrichting en de gevormdheid van de hals wat meer, wat sterker in zijn rasuitdrukking kunnen zijn. Het is erg horizontaal gesteld, de hals, voldoende sprekend hoofd. In de bouw, het is een langgelijnde merrie met ietsje strak op de lendenpartij. Maar het heeft ruim voldoende kwaliteit in het beenwerk, het ook ruim voldoende kwaliteit uit. De stap is correct met voldoende lengte en ook ruim voldoende activiteit. De draf, dan trekt deze merrie ondanks de strakke bovenlijn de bovenlijn goed aan. Dan maakt hij zich mooi, loopt met de schoft omhoog. Zou het achterbeen daar misschien ietsje resoluter onder kunnen zetten, maar heeft een fijne manier van draven. Vandaar dat deze merrie opgenomen wordt in het stamboek met een ster tweede premie. This mare is registered to the studbook as a second premium mare. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 19. Het is een rassige merrie, ondanks het feit dat hij wat meer lengte in de hals kan hebben. Maar het is wel een goed gevormde hals en die ook voldoende verticaal gesteld is. In de bouw wel een bemerking op het middenstuk en het wat hellende kruis. Maar de romprichting is ruim voldoende horizontaal. Het beenwerk straalt kwaliteit uit. De stap is... ruim voldoende in activiteit, ook in ruimte en regelmaat. De stap, deze merrie heeft een fijne draf, toont de nodige lossigheid, maakt zich ook groot in de voorhand, drukt zich op. Het achterbeen wordt voldoende onder de massa geplaatst. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. This mare is registered in the studbook as a mare second premium.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 20. Het is wel een royaal ontwikkeld paard, maar zou wat sterker in de raskenmerk kunnen zijn. Met name door de horizontaal gestelde hals, waar ook nog wat onderhals in toont. En het hoofd kan daarbij sprekender. In de bouw zouden we een betere aansluiting in de bovenlijn willen zien. En ook het kruis is zeer hellend. Het beenwerk mist kwaliteit, met name in de spronggewrichten. Die zijn onvoldoende. Dan gaan we bij de stap. De stap die heeft dan misschien wel wat ruimte, maar daarin mist hij de nodige coördinatie. In de draf heeft hij voldoende buiging in het spronggewricht. In het geheel zou hij wat meer balans en meer oprichting moeten laten zien. Deze mee kan, gezien de kwaliteit beenwerk en stap, niet opgenomen worden in het stamboek. This mare is not registered in the studbook because the quality of the legs and the movements, especially the walk, is insufficient.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 21. Een rassige merrie, die met name zeer aansprekend is in de voorhand. Dat is ruim voldoende in de rasuitdrukking, ook een expressief hoofd. In de bouw is de langgelijnde merrie met een goede aansluitingen, met goede en sterke aansluiting. Het kwaliteit beenwerk is ruim voldoende. Kleine bemerking op de voorbeenstand. De stap heeft actief met ruim voldoende ruimte. En de draf, daar zal misschien het achterbeen ietsje resoluter onder de massa gezet kunnen worden. Maar de merrie loopt wel met de schoft omhoog. Heeft een fijne manier van draven. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een ster eerste premie. This mare is rated in the studbook as a star mare with the first premium. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van Frauke van het Statenloon. Het is een ruim voldoende rassige merrie. Spreek het hoofd, hals zou daarbij ietsje verticaler gesteld kunnen zijn. Een goede bovenlijn erin, correct in de verbindingen.
De mer is ook ruim voldoende horizontaal in de romprichting. Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit. Kleine bemerking op de voorbeenstand. De stap zou iets meer kunnen ruimen en zal iets resoluter aan kunnen treden. In draf maakt deze mer zich mooi, spant ze de bovenlijn goed aan. Goed gebruik van het voorbeen. Ook hierin kan het achterbeen misschien ietsje resoluter naar voren gezet worden. Maar de merrie draaft wel met de nodige souplesse en oprichting. Deze merrie wordt vandaag opgenomen als een ster tweede premie. Dan vervolgen wij nu de keuring met nummer 23. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 23. Het is een zeer aansprekende, rassige merrie die goed gelijnd is, daarbij ook lang gelijnd is en door haar halsvorm en verticale richting van de hals ook veel rasuitdrukking heeft. Ze is correct gebouwd met een goede romprichting. Ze stapt patent en in de draf dat toont ze veel lossigheid en goed gebruik van het achterbeen. Met veel vouw ook in het achterbeen. Daarbij zou ze de voorbeen iets meer kunnen uitleggen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een eerste premie.
Hierbij dan de uitslag van nummer 24. Een paard met voldoende rasuitdrukking. Heeft wel veel statuur. Dus ook een goed ontwikkeld paard met veel formaat. Zou ietsje sterker in het middenstuk kunnen. Ruim voldoende in de romprichting. Het beenwerk staat voldoende kwaliteit dat ze daarbij voor iets correcter gesteld kunnen zijn. En de stap is voldoende activiteit en voldoende ruimte. De draf, dat maakt deze merrie groot, loopt met de schoft omhoog. Heeft veel balans in de manier van draven. Deze merrie wordt vandaag vanwege deze draf opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. This mare is registered in the studbook as a star mare with a second premium. Het is een merrie die ruim voldoende rasuitdrukking heeft, met name door het sprekende hoofd. De hals zal misschien iets langer kunnen, maar is verder correct gevormd. Voldoende lengte in de manen. In de bouw maakt de merrie wat een driedelige opdruk, met name door de gezonken middenstuk. En we zien de merrie ook graag wat meer opwaarts gebouwd. Het beenwerk heeft ruim voldoende kwaliteit. Is wel wat nauw gesteld in het voorbeen. De stap maakt voldoende paslengte, maar zou daar wat meer activiteit, wat meer buiging in de sprong kunnen laten zien. En de draf, dan mist deze merrie de balans. Dan mist hij ook het lichaamsgebruik, het aanspannen van de bovenlijn. Deze merrie wordt ook vandaag stamboek. This mare is today studbook again.
Ja, dames en heren, hierbij dan uitslag van nummer 26. Paard met voldoende rasuitdrukking. Heeft een verticaal gestelde hals met voldoende lengte. Een sterk gebouwde merrie met een goede bovenlijn erin en ook een lang gelijnde merrie. Het beenwerk straalt ruim voldoende kwaliteit uit. De stap toont voldoende ruimte en ook voldoende in de aansluitingen. De draf, dat maakt dat deze merrie zich heel groot maakt met heel veel voorbeen erin. Opwaartse manier van draven met een goed gebruik van het achterbeen. Gezien de manier van draven kan deze merrie vandaag geprimeerd worden met een eerste premie en daarbij een uitnodiging voor de tweede bezichtiging. This mare is invited for the second view and so she gets the first premium. Van nummer 27. Een rassige merrie. Met statuur in de voorhand. Zal wat langer, voor het ideaalbeeld, wat langer in de hals kunnen zijn. De hals verder wel goed gevormd. In de bouw, bemerking op het middenstuk en de neerwaartsheid in de bouw. Beenwerk is verder correct en voldoende van kwaliteit. De stap is veel activiteit en met een goede trit in de benen. En in draf, dan heeft deze merrie veel actie, heeft de nodige lossigheid. Zou daarbij wel meer oprichting moeten kunnen laten zien. Deze merrie krijgt geen uitnodiging voor de tweede bezichtiging. En dat zit er met name in de bouw. This mare is not invited for the second view.
then we would see more quality in the conformation. Ja, dames en heren, ik begrijp met daaraan het hek ook al het in de gaten heeft, maar we stoppen de presentatie van deze hengst, de keuring van deze hengst. Want die is onregelmatig in de manier van draven. Dat houdt wel in dat de hengst gekeurd is. Dat wel. Maar de bewegingen zijn vandaag onder de maat. Het is wel een hengst met veel statuur. Een goede rasuitdrukking. Een correcte bouw met voldoende sterkte in de aansluitingen. De kwaliteit beenwerk, dat mist hij wel. En met name in de rechte sprongen. Dat is ook duidelijk in de bewegingsvorm kunnen zien. En de draf die mist vandaag de kwaliteit. Dus kan niet zo sterk worden verklaard. We are stopping now the inspection of number 28. Because the hengst was not in a good way of movement. And so it's not a star hang stalling today. We are now continue this inspection. Welke is hij, Mary? Dit is de naam. Ja, als je ik strik niet ongelukkig. Hij zit buurt in boekje van 21.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 21. Bij elke locatiekeuring wordt het systeem toch nog eens een keer uitgelegd. Dus dat doe ik nu ook nog maar even. Dat voor een eerste premie kan de cijfers van de bewegingen, gecompenseerd gebruikt worden bij het exterieur. Dat kan bij de kroonverklaring kan dat niet. Dus er zijn er twee aparte eenheden die elk op zijn op hetzelfde gebied blijven. Dus voor een kroon zal met name de cijfers gemiddeld 7,5 moeten zijn. Voor voorlopig kroon, moet ik zeggen. Dan deze merrie nummer 21. Het is een rassige merrie die we graag wat langer gelijnd zouden willen zien. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap heeft ook kwaliteit voldoende in de kwaliteit. En de draf heeft hij zeer veel kwaliteit. Met name in de bewegingsvorm, de oprichting en de manier van draven. En met een goed gebruik van het achterbeen maakt zich ook groot in de manier van draven. Het wordt vandaag geen voorlopige kroon. Want dan hadden we met name in de bouw en het beenwerk wat meer kwaliteit willen zien. It is no crown mare today because we like to see more quality in the conformation and in the quality of the legs. Van nummer 23. Het is een luxe, jeugdige, fraai gelijnde merrie. Met een correcte bouw. Ruim voldoende opwaarts gebouwd. Staat over veel bodem. Lang gelijnd. Paard die stapt zeer kordaat. In de draf is een sterk achterbeen. Heeft souplesse. Zou het voorbeen wel wat verder uit kunnen leggen. Maar heeft een bewegingsvorm die ruim voldoende opwaarts is. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroon verklaard. This mare is provincial crown today. It's a very nice, good in conformation, good in very good in racial type.
it's a fine mare to look at. The walk had good quality, and the trot, good quality in the behind legs. She could show us a little bit more shoulder freedom, but she is using the top line at the right way. So this is a provisional crown mare today. Ja, dames en heren, dan hierbij de uitslag van nummer 26. Ik geef eerst even de uitslag. Het is geen voorlopige kroon, Mary, vandaag. Daarvoor zou hij wat meer sterk in zijn ras kunnen zijn. En de bouw is verder sterk en correct. Het beenwerk is ruim voldoende. Zou daarbij ook wat meer kwaliteit in de stap moeten laten zien. De draf is een zeer sterk punt. Daar heeft ze ook haar eerste premie op gehaald. Met veel kracht in het achterbeen. En met een veel goed lichaamsgebruik en veel ruimte daarin. Maar gezien de ras en de kwaliteit van het beenwerk. Zou het vandaag geen voorlopige kroon. This man is not a professional crown mare today. Because we like to see more quality in racial type. And also meer quality in the walk and quality in the legs. Wel, dames en heren, hierbij sluiten wij dan de keuring af. We hebben hier een plezierige keuring gehad. Met hier en daar voor ons misschien wat teleurstelling wat de primeringen betreft. Maar verder is een goede keuring onder goede weersomstandigheden. En we zien u graag morgen terug. Dan wordt op twee locaties zijn er locatiekeuringen en er is nog een veulenkeuring die ook uitgezonden wordt. Zo, we zien u graag morgenochtend om 10:00 terug voor de buis wanneer we onze volgende locatiekeuring kunt aanschouwen. Well, ladies and gentlemen, we are now at the end of this inspection and we had good weather here and nice quality of horses. In the circumstances were also very good. We like to see you back tomorrow morning at 10 o'clock when we have the next inspections on two locations in the Meskens and the other location is in the south of Holland.
oh ja, Stal Derksen en Stal Spliethof. And there's the other location curings. So we see you back tomorrow morning. Thank you very much for watching this inspection.